Dit is Seppe zijn kampvalies. Die gaat mee. Als hij op, die is gemaakt in tijd om op kamp te gaan, maar die gaat ook zowel mee met ons op reis. Dat zit zijn pictogrammen en zijn verduidelijkingen voor een hele week. Voor een hele week op kamp. En die, dus dat is zijn doos waar de picto's in zitten. Hier staat schemaatje op voor de begeleiding, dan ze gemakkelijk weten waar zit welk. Dus dat is het plattegrond van de doos. Waar zit welk pictootje in, als ze niet heel de doos moeten doorzoeken. Dat is een extra schemaatje. Dus dat is het de houto. Dat hangt rond Seppes nek. En hier wordt dan zijn schema opgemaakt. Dus daar loopt hij eigenlijk een hele dag mee rond. En hij heeft dat echt nodig. Dus wat wordt er opgehangen? Dus we beginnen met een boterham eten. Dan, dus dan gaat hij zijn tandjes poetsen. En dan is het bijvoorbeeld het thema zijn. Wordt thema uitgelegd op kamp. Zo'n toneeltje is dat dan. Dan gaat hij naar hun... Gaan ze bellen blazen. Is het tijd voor een koekje te eten. En zo gaat die dag dus voort. Wie stelt dat op? De kampleiding stelt dat op. Dus nu hang ik het op, maar eigenlijk ben ik nu de begeleiding van Seppe die dat ophangt. Ja, zij hangen dat op met Seppe erbij. Zoals wij thuis zijn, maar zijn dagschema ophangen, hangen zij zo ook zijn, eigenlijk is zijn dagschema dat opgehangen wordt. En zodanig, dus ook als er dan een verandering is, pak nu dat het bellenblaas niet doorgaat, dan kunnen ze dat wegdoen. En dan kunnen ze bijvoorbeeld het vervangen door, we gaan ons verkleden in de plaats. En dan gaat Seppe daar geen probleem van maken. Buiten als dat verbaal aangekondigd wordt van, we gaan dat, dat en dat doen. En ineens valt er iets uit, dan gaat heel zijn dag om zeep zijn. Dan functioneert hij niet meer verder. Dus dat is zijn slaaplijn. Zo weet Seppe altijd hoe lang dat hij ergens moet slapen. Dus slapen met pyjama en rusten, dat is platte rust. Want de eerste keer toen hij op kamp ging, trok hij ook telkens, als hij platte rust had, trok hij ook telkens zijn picto slapen af. En daardoor dat we daar nu onderscheid in gemaakt hebben. Dus eigenlijk blijft hij 1, 2, 3, 4, 5 keer slapen en dan mag hij naar huis. En zo weet hij dat. S'avonds voordat hij in zijn bed gaat, trekt hij de picto af en legt hij hem in zijn doos.